Ja, bijna identiek, joh. Ongelooflijk, maar ze zijn echt identiek. Ja. Dan krijgen we heel veel telefoontjes binnen. Heel veel, ach man, verschrikkelijk. Gisteravond, Dominique, kwam het volgende telefoontje binnen in het callcenter van een moeder. En dat begint nog redelijk rustig, maar uiteindelijk gaat ze toch in tranen. Let op, naar dit telefoontje. Goedenavond, Brigade van Service Request. Spreek Monika, wat kan ik voor u doen? Ja. Dag Monika, je spreekt met Ella. Ik heb een peuter van 3. En ik ben vandaag met die peuter van 3 naar jullie toe geweest op het plein. En toen is hij zijn handpop van Kermit kwijtgeraakt. Oh. En helemaal huilen, tranen, ellende, op internet gezocht, bla 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 bla. En hij zit nu naar tv te kijken. Ja. En ineens begint hij te gillen. Kijk mama, Kermit, Kermit. En die heeft ze nou echt 3-4 minuten geleden in beeld. Dus ik bel naar jullie. Ja, dat gaat want ik kan hem niet meer krijgen. En als die gast met die pop wegloopt, dan red ik het niet. Dus toen dacht ik, ik bel toch maar weer terug. Ja, ten eerste wat ontzettend vervelend. Want knuffels voor zo'n kindje zo belangrijk. Ik vind alles best, maar ik vind het niet vol. Oh, ik word er ook een beetje verdrietig van. Zielig, hè? Oh, maar, maar waar is die Kermit nu dan? Nou, die Kermit, die zag hij dus, want die had dus iemand in het publiek, had die Kermit heel Timo, je hebt zo lang voor mijn neus gestaan, recht voor mijn neus. Je hebt toch gezien? Ja, ik heb de hele avond gisteravond tussen 6 en 10. Dan wil ik je ook een filmpje laten zien, als je radio luistert, wat geluid laten zien van, want dat heeft zijn moeder opgestuurd, want hij zit te kijken, Luc, zo heet hij, ook dan na tv, en ziet dan op een gegeven moment ook zijn eigen Kermit voorbij komen. Kijk hier. Kijk of je dat geluid hebt. Oh nee. Gastie, hè? Dat is de kleine Luc. Maar het grote probleem was natuurlijk van, ja, er had iemand in het publiek en die was al lang weg, dus we waren te laat bij. Luc, ben je er nog? Hang je? Ja. Hey Luc, hoe heette je Kermit handpop eigenlijk? Ik heb het op TV. Ja, helemaal zien. Maar je had hem niet meer, hè? Ja. Maar ik heb een verrassing voor je, Luc. We zijn stad en land afgezocht, maar vooral het hele plein. En kijk eens als ik mijn laadje van mijn bureau opentrek, Luc. Waar is die surprise show, Joe? Kijk eens, kijk eens. Kijk eens wat ik hier heb. Herken je hem, Luc? Ja. De Kermit handpop. Oh ja! Ja! Luc, ik ga hem naar lijn. Timo heeft hem gevonden. Dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Luc. En niet vergeten, het mysterie van de tweeling die geen tweeling is. 0909-1336. Vraag je plaat aan voor geld. En je krijgt de antwoord op het mysterie. Dankjewel, het callcenter. Dankjewel, Timo, vanuit het seniorcentrum. 0909-1336. Hey, Koen Zwijnenberg.